Cosmos was superieure winnaar en Lauderdale kon maar één helft bijblijven. En mocht de Doubt Gedien in Nederland het daar niet meer zien zitten, wel, dan wacht er over de plas toch nog altijd een goed belegde boterham. Want aan Europese routine heeft het Amerikaanse voetbal nog steeds behoefte. U kijkt naar een gedeelte van de 5000 supporters van Cosmos. Van de Lauderdale Strikers waren er maar 1000 naar Washington gekomen. En u krijgt van mij dan nog één keer de uitslag. Lauderdale tegen Cosmos 0-3. Goed om te horen, Oscar. Mensen met routine kunnen altijd daar naartoe. Nou, ik heb nog een aantal veerdigers in mijn hoofd die daar best zouden willen gaan spelen in Amerika. Dames en heren, u weet het, de New York Cosmos heeft deze partij gewonnen met 3-0. Toch een goed resultaat, zeker gezien over het hele seizoen van Cor van der Hart voor de Lauderdale Strikers. Het is dan tevens ook het einde van deze extra uitzending van Afro's Sportpanorama. Ik wens u nog een heel goede avond. Ja, en na dit extraatje van AVRO Sportpanorama, dames en heren, stoppen we ermee voor vanavond. We komen weer terug aanstaande vrijdag met 10 jaar topop en de laatste 2 delen van Emile Zola. Voor straks allemaal welterusten en graag tot vrijdag.